Blijven we nog even bij het carnaval, want het Keienbijters Kletstoernooi 2013 is zaterdagavond gewonnen door Ad Vermeulen uit Kaam. Vermeulen speelde Sjefke Kiep uit Peba, een chef de kiep van de alternatieve Olympische Spelen. Ik had eigenlijk wel eerder willen komen, maar ik kon niet, want ik moest vanmiddag thuis in alle haast nog oppas regelen om hier te kunnen zijn op tijd, zeg. Dan komt mijn vrouw, is gistermiddag op de bank in slaap gevallen. Ja, en die gaat maandagmorgen om 8:30 pas weer open, dus ja. Vermeulen won met zijn typetje de zilveren narrenkap. En volgende week zondag wordt de finale van het Keienbijters Kletstoernooi op Omroep Brabant uitgezonden.